Maar welkom bij onze Pizza Kucha van Mike Verschie en Peter Brugmans. Dit is voor onze Minor Digital Life. Hier kregen wij een onderwerp toegewezen en wij hebben het onderwerp non-profit marketing. Hier is Non-Profit Minds uit ontstaan. Wij zijn studenten van de Haagse Hogeschool in jaar 2 voor commerciële economie. We volgen nu de Minor Digital Life. Dit doen we omdat we geïnteresseerd zijn in social media. Ga ik nu wat vertellen over de inhoud? Waar gaan we het over hebben? We gaan het vooral hebben over de Groundswell. Wat is het? Wat hebben we ermee gedaan? En natuurlijk ook over onze guerrilla marketing. Wat voor guerrilla marketing actie hebben we gedaan? En wat is het resultaat hiervan? We gaan het ook hebben over bloggen. Wat voor bloggen hebben wij gemaakt? Groundswell. Wat is het precies? Groundswell is een sociale trend waarin mensen technologie gebruiken om dingen die ze nodig hebben te krijgen van elkaar. En niet van traditionele instituten zoals bedrijven. Met technologieën wordt dan vooral bedoeld social media, zoals Facebook, Twitter. Ook gaat de Groundswell over botsing van drie krachten van mensen, technologie en economie. Mensen verzetten zich tegen natuur en tegen institutionele macht. Technologie maakt het vaak mogelijk om massa's samen te laten communiceren, economie, omdat internetverkeer geld is. Groundswell. Hoe hebben we het gedaan? We hebben de planning door middel van de POS-methode gedaan. Dat staat voor people, waar zijn je klanten klaar voor? Objectives, wat zijn je doelen? Strategy, hoe ga je relatie met je klant verbeteren? En technology, welke toepassingen wil ik opbouwen? Waarom zou een bedrijf meedoen aan de Groundswell? Daar kunnen er verschillende redenen voor zijn. De eerste, luisteren. Tweede, praten, berichten over je bedrijf verspreiden. 3. Activeren, bijvoorbeeld mond-op-mond reclame stimuleren. 4. Ondersteunen, denk je bij bijvoorbeeld aan klantenservice via internet, een stuk goedkoper. 5. Binnenhalen van klanten, dat kun je bijvoorbeeld doen door klanten te laten helpen met producten te ontwerpen. De geleerde stof die we hebben geleerd van de Groundswell, die hebben we flink toegepast voor het maken van onze blog en verspreiden ervan. Ook hebben we een toets gemaakt naarmate de stof van de Groundswell. Guerrilla marketing, wat is het? Guerrilla marketing is eigenlijk een grote stunt die je met beperkte middelen maakt. Je wil dus een grote ophef maken met beperkte middelen. Een voordeel hiervan is dat je met weinig kosten een groot resultaat hebt. Een nadeel, het kan imagoschade leiden. Hoe werkt een guerrilla marketing nou precies? Nou, hier is een goed voorbeeld ervan. De banenwebsite nowcree.com heeft gewoon een bord geplaatst bij een zwerversmatje. Dit wordt dan veel viraal doorgestuurd door mensen. En dus zal dit veel traffic genereren. Dat was de bedoeling dat wij zelf ook een guerrilla actie op moesten zetten. En het doel hier was om traffic te genereren naar onze weblog. Hier hebben we wel genoeg begeleiding bij gehad. Want we hebben een keer een creatieve training gehad om zo tot ideeën te komen. We hebben een gastspreker die kwam langs om te vertellen over guerrilla marketing. En met deze guerrilla marketing specialist heeft ons ook nog een keer een consult gegeven. Wat hebben wij voor guerrilla marketing actie uitgevoerd? Wij zijn als verkleed als mummy naar een non-profit kantoor gegaan. Waar was volgt, veel mensen lieten opschudden dat je niet moet verstoffen en social media moet gebruiken. Hierna zijn we het dorp ingegaan om andere mensen te schrikken en traffic te genereren. Waarom voor de mummy? Nou, onze blog is gepositioneerd als de vernieuwendste. En daarom hebben we een mummy gebruikt omdat die voor ouderwet staat. De iPad staat dus voor het vernieuwen van je organisatie, dat je niet mag stilstaan. En zo willen we duidelijk maken dat ze onze blog weer moeten lezen. Nadat we het filmpje gedraaid hadden, hebben we deze geplaatst op YouTube. Wat waren nou precies de resultaten van dit filmpje? Zoals je kunt zien is de dag, het succesvolste dag, meer dan 300 keer bekeken. De totale weergave is zelfs 428 keer. Een succes dus. Om nu over te gaan op het onderwerp bloggen. Wat is bloggen precies? Bloggen is een online medium over interessante ontwikkelingen, actualiteiten, bedrijfsgelegenheden, persoonlijke zaken enzovoort. Het is een intentie om online conversatie aan te gaan. Een blog vormt dus een brug tussen mensen waar ze kunnen praten.
En wat hebben we nou precies gedaan? We hebben sowieso kennis gemaakt met de Groundswell en Twitter van bloggen. Ook hebben we elke week 2 bloggen geplaatst over ons onderwerp. Dat is non-profit marketing. Hier is onze blog ontstaan nonprofitminds.wordpress.com. Waarom zijn we mee begonnen en voor wie? We zijn met bloggen begonnen omdat we erachter zijn gekomen dat non-profit organisaties moeite hebben met social media. En daarom willen we non-profit organisaties helpen social media te gebruiken voor hun bedrijf. Bloggen, hoe hebben we het precies gedaan? Allereerst hebben we veel informatie gezocht over bloggen op het internet. Daarnaast hebben we het over veel onderwerpen gehad van deze tijd. We hebben ook veel tips gehad in de les, zodat we goed konden bloggen. Na ons inzien is het wel een succes geworden. De resultaten van onze bloggen. Zo te zien is onze blog in totaal zo'n 226 keer bekeken. De piek is daarentegen op 25 oktober. Toen is hij zelfs 44 keer bekeken. Dit zal vooral komen omdat we toen onze guerrilla marketing stunt hebben uitgehaald. En zo te zien is het een succes. Wil je ons volgen? We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van deze Pizza Kucha. Wilt u meer informatie over ons en Non-Profit Minds? Kijk dan op Twitter en Profit Minds of op onze WordPress site www.nonprofitminds.wordpress.com.